Op 4 januari heeft het Dolfinarium in Harderwijk twee gewone zeehonden opgevangen die in beslag zijn genomen door het ministerie van ELNI. Ze zaten bij een visboer in Venlo en ze zijn hier dinsdagmiddag heen gebracht. Volgens de verzorgers verkeerden ze in goede gezondheid op dit moment. Ze eten lekker vis en ze zijn heel erg nieuwsgierig naar hun omgeving. Ze blijven hier totdat het ministerie een beslissing zal nemen waar de dieren uiteindelijk naartoe gaan. En ja, dit is namelijk toch onduidelijk. Daar bemoeien wij ons ook niet helemaal mee. Dat is aan het ministerie. Zij zullen ons vertellen wat er uiteindelijk met de zeehonden gaat gebeuren. Tot die tijd leven ze hier en kunnen ze lekker een ding doen en genieten van hun leefgebied.